De globalisering lijkt de voorbije jaren op zijn limieten te botsen. Als we bijvoorbeeld kijken naar de internationale handelsvolumes, dan merken we heel duidelijk dat die niet langer sneller toenemen dan de brede onderliggende economische activiteiten. De globalisering stokt, dat merken we ook aan internationale kapitaalstromen. Het zou trouwens niet de eerste keer zijn in de geschiedenis. Als we een stapje terugnemen en even de geschiedenis overlopen, dan merken we verschillende fases van globalisering en deglobalisering. De eerste fase van globalisering kunnen we situeren op het einde van de 19e eeuw. Hij werd vooral gedreven door nieuwe communicatietechnieken en transporttechnieken, zoals stoomkracht en transatlantische verbindingskabels. Maar natuurlijk, die fase kwam abrupt ten einde met de Eerste Wereldoorlog. En ook de decennia daarna zagen we een steile terugloop van de internationale handelsvolumes, onder meer door het protectionisme in de jaren 30. Een tweede fase van globalisering kunnen we situeren na de Tweede Wereldoorlog. Ook daar waren nieuwe technieken die ervoor zorgden dat die wereldhandel op een nieuw elan terechtkwam. Denk aan het gebruik van containers, denk aan telefonie en luchtverkeer. Maar ook dit lied was geen oneindig leven beschoren. Vooral eind jaren 60, begin jaren 70 liep de protectionistische retoriek toch een beetje op. En met name met de val van Bretton Woods in 1973 en de Nixon-shock, waarbij de convertibiliteit tussen de dollar en goud werd opgegeven, zagen we toch een stagnering van de internationale handelsvolumes. De derde fase tot slot, die is de spectaculairste en die kwam op gang na de val van de Berlijnse muur eind jaren 90. En hier was het de bedoeling dat zowat de hele wereld geïntegreerd werd in het westerse kapitalistische systeem onder leiding van de Verenigde Staten, dus de zogenaamde Washington Consensus. Eigen aan die fase was dat het ook gedreven werd door technologie, dus het internet. Bijkomend zagen we een snelle stijging van internationalisering van de diensten, maar ook een financiële liberalisering. Een liberalisering van de internationale kapitaalstromen die, en dat moet gezegd, ook leidde tot een steeds kwetsbaarder financieel systeem met meer financiële crisissen in de jaren 90 en 2000. Recent zien we duidelijk een aantal tekenen van deglobalisering. Internationale kapitaalstromen lopen terug. En je hebt natuurlijk ook de echte protectionistische retoriek die meer op het voorplan treedt. Maar als we goed kijken, zien we dat er al langer tekenen zijn van deglobalisering. Waardeketens werden al langer slimmer, sneller en korter. En ook nu weer is het gedreven door technologie, door de voortdurende streeftocht naar automatisering, vermindert in feite het belang van arbeidskosten en wordt het belang om dicht bij de eindklant te opereren belangrijker. En dus merken we dat er een zekere regionalisering is in de waardeketens. Waardeketens worden lokaler, maar kennisintensiever. Maar niet alle waarnemers zijn dezelfde mening toegedaan. Sommigen denken nu dat we aan de vooravond staan van een vierde golf van internationalisering, die opnieuw gedreven wordt door nieuwe technieken, artificial intelligence, big data, blockchains, noem maar op. En dat die heel disruptief zullen zijn voor de dienstensector. Maar staan we toe toch hier een paar kanttekeningen bij te plaatsen. Ik denk dat het niet zo vanzelfsprekend is. Ten eerste is er het gegeven dat het niet eenvoudig is om internationale standaarden overeen te komen rond de uitwisseling van diensten. Ten tweede, natuurlijk maakt de technologie het gemakkelijker om diensten uit te wisselen, internationaler, maar er is ook altijd steeds een belangrijke lokale component aanwezig. Die zal blijven bestaan. Denk bijvoorbeeld aan een chirurg die van op afstand met behulp van een robot operaties kan uitvoeren, maar de ondersteunende verpleging zal daarentegen altijd lokaal moeten blijven gebeuren. En ten derde, mogen we niet vergeten dat er al heel veel diensten geïnternationaliseerd zijn. Denk aan de IT-sector, de financiële sector, de transportsector en dat het niet vanzelfsprekend is om alle sectoren in diezelfde richting te doen bewegen. Denk bijvoorbeeld aan de overheidsdiensten, de kleinhandel, gezondheidszorg en het onderwijs, daar zal altijd een heel belangrijke lokale component aanwezig zijn. Dus, conclusie, de toekomst voorspellen is niet gemakkelijk, maar, en zeker niet als er technologie mee gepaard is, maar het lijkt er vooralsnog niet op dat we aan de vooravond staan van een snelle doorstand van internationalisering van goederen en diensten. Het lijkt er eerder op dat de risico's neerwaarts georiënteerd blijven in de huidige geopolitieke context.